Dames en heren, hartelijk welkom bij deze oratie, de oratie van professor Ron Heeren, benoemd tot universiteitshoogleraar beeldvormde massaspectrometrie hier aan onze universiteit. Professor Heeren. Dankjewel, meneer de rector, waarde collega's, dames en heren. De wereld om ons heen wordt steeds complexer. En het ontrafelen en begrijpen van die complexiteit is een drijfveer voor menig wetenschapper, including myself. Het boven water krijgen van hele grote hoeveelheden data om die complexiteit te ontrafelen en om op een duidelijke manier te presenteren en informatie daaraan besloten is over te brengen, daarvoor gebruiken we graag beelden. En wat ik vandaag hoop te doen in deze lezing, is u te laten zien hoe we met moleculaire selfies die complexiteit kunnen ontrafelen. Wat we doen in deze beeldvorm, met deze beeldvormende technieken, is dit soort foto's maken, zoals u achter mij ziet. Op deze foto ziet u een stukje brein. En de kleurtjes geven de verschillende moleculen aan. En die complexiteit die vertelt ons van alles over de processen die daar in dat brein plaatsvinden. Nou is het zo dat een brein maakt geen selfies, dat doen wij zelf. En eigenlijk was mijn idee vandaag om allemaal een selfie van uzelf, te laten maken door een selfie-stick rond te laten gaan. Mijn kinderen hebben mij afgeraden dat te doen, want pap, dat kan toch echt niet. Maar ik weet nu niet of ik nu spijt heb dat ik dat niet heb gedaan. Misschien was dat toch wel leuk geweest als ik u zo allemaal zie zitten. Goed. We kijken naar genen, eiwitten, metabolieten en proberen die identiteit, hun structuur, hun onderlinge samenhang en interacties bloot te leggen. In deze lezing wil ik u meenemen naar een zoektocht naar verschillende manieren om deze informatie boven water te halen en juist te vertalen naar de klinische praktijk. En ik wil iets gaan vertellen over hoe het komt dat ik na veel jaren in Amsterdam aan het VOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, nu AMOLF, doorgebracht heb, hoe het komt dat ik hier nu terechtgekomen ben en hierover mag vertellen. En die weg die mij van Amsterdam naar Maastricht heeft gebracht, omdat we die complexiteit willen ontrafelen, juist hier in Limburg, is omdat we dat juist hier in Limburg op een unieke manier kunnen aanpakken. En dat we dat kunnen doen, heeft alles te maken met drie krachten die hier samenkomen. En die hier samenkomen en verbonden worden in een project, dat heet het LINK-project. Limburg investeert in haar kenniseconomie, waar het Maastrichtse Multimodale Moleculaire Imaging Instituut een onderdeel van is. Een nieuw instituut beschreven in het LINK-voorstel, waarin Limburg investeert in haar kenniseconomie. Een link, een brug en een verbinding tussen hoogwaardig onderzoek, gedreven door drie wetenschappers die elk hun eigen expertise, drive en visie meenemen naar de Universiteit Maastricht. En het is deze link die nieuwe visie mogelijk maakt.
En juist met Peter en met Clemens van Blitterswijk, die alle twee een compleet andere kijk op de wetenschappelijke wereld hebben dan ikzelf, maakt dit unieke instituut mogelijk. En de manier waarop we dat willen doen is door op verschillende schalen naar moleculen in weefsel te kijken en dat weer te gaan toepassen in de regeneratieve geneeskunde, het specialisme van Clemens. En daar kom ik dadelijk nog op terug. Nou is het zo dat als wij dat willen doen, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat de juiste krachten, resources en infrastructuur gerealiseerd worden. En binnen dat nieuwe instituut wat hier in het kader van LINK gerealiseerd wordt, is dat precies wat we willen. We willen eigenlijk fundamenteel onderzoek, instrumentatie, toegepaste wetenschappen allemaal bij elkaar laten komen rond de moleculaire beeldvorming. Als we dat doen, dan stelt dat ons in staat om juist translationeel onderzoek te doen. En dat betekent dat we de fundamentele resultaten die we in het onderzoek halen ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Bijvoorbeeld in de klinische praktijk, maar het zou ook bij DSM voor nieuwe biomaterialen kunnen zijn. Of het zou ook zomaar in een museum of in een forensisch instituut kunnen zijn. Persoonlijk was het voor mij belangrijk om juist die klinische inbedding te vinden. En die heb ik hier gevonden. En daar kom ik dadelijk nog even op terug. Dus we zijn verhuisd. En we zijn verhuisd. En zo'n verhuizing van veel onderzoekers brengt altijd nog wat toestanden met zich mee. Dat zult u zich kunnen voorstellen. Maar waarom doe je dat nou? Want we zaten in een prachtige omgeving. En een prachtige omgeving die wat groener uitziet. Dit is een foto waar we vandaan komen. Dit is het FOM Instituut Amolf in Amsterdam. En prachtig onderzoeksgebouw. Deden we geweldig onderzoek. Maar eigenlijk wilden we nog meer. En datgene wat we meer wilden is juist uit die wereld van het fundamentele onderzoek stappen en de fundamentele kennis toepassen in de praktijk. Nou, deze foto hier achter mij is genomen op mijn afscheidsreceptie. Dus het is een mooie transitie van dat moment dat we farewell gezegd hebben op Amolf en hier naar deze lezing aan deze universiteit. Waarom nu Limburg? Nou, ik heb even leentjebuur gespeeld bij de provincie Limburg. En ik wil een perspectief bieden waarom Limburg nu zo interessant is. En voor mij persoonlijk is het zo interessant, juist omdat hier, zeker in dit LINK-voorstel, maar door de veranderende omgeving in Limburg ook drie belangrijke zaken bij elkaar komen. Innovatie, en dat zijn de dingen die wij in ons onderzoek nog willen versterken. De innovatieve economie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kennis die wij opdoen ook vertaald wordt naar nieuwe bedrijvigheid. Daar kom ik ook zo nog even op terug. En het is ook wel lekker om weer in Limburg te wonen. Ik bedoel, mijn vrouw heeft hier gestudeerd en we hebben nu een prachtig pand op de Pietersberg gekocht. En dat is nu onze nieuwe achtertuin. Nou, dat leefklimaat hier is ook een geweldige drijfveer om hier weer naar Limburg te komen. Maar er is meer. Er zijn de campussen, de Brightlands campussen. En daar adverteren we ons nu als de go-to location for world leading biomedical R&D. En als je over nadenkt welke instituten en organisaties hier op deze campussen bij elkaar komen, dan is het eigenlijk de grootste campus in Nederland. En niet alleen dat, ook nog eens de meest internationale campus in Nederland. En dat ziet u hierboven op het linksboven tegeltje in deze grafiek. And because it's so international, and because many of my colleagues here are actually not from the Netherlands, I will make this a bilingual inaugural speech. So for now, I will switch to English. And one of the reasons why we wanted to move to Limburg is because Limburg really has got it. And what we want to do with the new Molecular Imaging Institute is actually connect it. And interestingly, the Molecular Imaging Institute is located on the Brightlands campuses, right in the middle between the health campus, because most of the research that we do is actually oriented towards health, but also very close and linked to the Chemelot campus, because the technologies that we set out to develop can also equally well be applied to biomaterials research and the regenerative medicine. And at the same time, we generate so much data that we try to benefit from the Smart Services campus. So in other words, M4I and our molecular imaging facilities really fits into the scenery. But it does not only fit into the scenery, it also connects. And I was trying to establish the different links that we have with the activities that are going around us here in Limburg. And there's a connect with
some of the museum. There's a connect with the Forensic Institute. And those are two activities that we have worked on in the past and will continue and strengthen while we are here in Limburg. So for that reason, I'm glad that Arjen van Asten from the Forensic Institute and René Hoppenbrouw is in the zaal there from the Stichting Restauratie Atelier Limburg are here, because those are the links that we will strengthen here with our research in Maastricht. Also, there is a lot of activities going on in the business side of economic and scientific development. So small spin-offs, bigger spin-offs in the campuses here in Maastricht is something that we try to set out to establish while we do our research. So what makes this all possible? In the end, it's the investments in infrastructure. But most importantly, what makes it possible are the people. And I really like this selfie in the back. This is a selfie of all. And what you see here is a group of about 60 researchers from M4I and from general surgery that went out on a retreat in the snow. And those are the people who actually are going to build this institute and do the research in it. It is only when these type of researchers come together that really new science will actually be birthed. And the link with the clinic I already mentioned is of the utmost importance for our research. But what is more important to get that established is the enthusiasm of the clinicians. Because we can develop beautiful new technologies, but without their enthusiasm, like you see here behind me on the selfie, and their drive to really implement these technologies in the clinic, nothing is going to happen. So we will do technology development together with them. We will develop, if you want, new glasses for the doctor. Moleculaire beeldvorming, een nieuwe bril voor de dokter. Die moleculaire bril is zo belangrijk, omdat we weliswaar naar vorm kunnen kijken, maar vorm niet altijd, alhoewel Clemens en Jan de Boer wellicht anders zullen redeneren, niet altijd de functie bepaalt. Het zijn ook de moleculen en de locatie van de moleculen, en die willen we graag zichtbaar maken. Dus waar we naartoe willen, is naar een camera die ons in staat stelt om die moleculaire foto's te maken. En op die manier hopen we dat de zorg bemensbaar blijft. Nou, dit is een discussie die ook allerlei ethische kanten heeft. En samen met mijn vrouw hebben we daar aan de koffietafel wel eens over gesproken. Zij zit in de gezondheidszorg. En al die investeringen in die nieuwe technologie, is dat nou wel nuttig? Ik hoop u te overtuigen dat dat inderdaad wel degelijk een hele goede investering is. Wat zijn nu de trends die we zien? En die trends zijn zo belangrijk, omdat juist in die trends die drie universiteitshoogleraren, Clemens, Peter en ikzelf, bij elkaar komen. En een van de trends is de regeneratieve geneeskunde. Samen met Jan de Boer en Pamela Habibovic gaan we kijken naar organoïden. Hoe groeien kleine cellen uit tot klompjes? En hoe kunnen we die een beetje pesten met geneesmiddelen? Hoe reageren die kleine klompjes cellen op geneesmiddelen? En kunnen we wellicht kijken, begrijpen hoe die geneesmiddelen werken? Door op hele kleine schaal modelsystemen te bouwen. We kunnen wellicht ook nieuwe organen bouwen uit stamcellen van andere mensen. Nou, als we dat doen, hoe zien die eruit? Wat voor moleculaire processen spelen daar een rol? Kunnen we die in kaart brengen? Om dat goed te doen, moeten we echt in detail kunnen kijken. Echt in detail naar de complexiteit van die weefsels, cellen, celklompjes, organoïden, en begrijpen wat daar op moleculair niveau gebeurt. Letterlijk complexiteit ontrafelen. Nou, ik ben van nature ben ik fysicus. En we hebben allemaal zo onze helden. Richard Feynman is een van mijn helden. En die heeft er iets over te zeggen. Oh, die had er iets over te zeggen als ik het geluid aanzet. But you gotta stop and think about it to really get the pleasure about the complexity, the inconceivable nature of nature. The inconceivable nature of nature. Now that is exactly what we try to resolve with the technologies that we set out to develop. And the technology that we are going to develop is based around imaging mass spectrometry. So we really want to resolve the complexity with imaging mass spectrometry. Now, imaging mass spectrometry might be non-familiar to many of you here in the audience, so I thought it would be a good opportunity to tell you why we are using this technology to reveal the complexity of these type of complex surfaces. Well, one reason that we like to do this is we don't require any labels.
We do not require any labels, which means that we can study molecules in their native environment. We can look at molecular changes, which reflect in a mass change, which we can measure with our mass spectrometer. In doing so, we really get the detailed molecular underpinning of molecular pathology. Now, what is a mass spectrometer? Well, a mass spectrometer is essentially nothing more than a scale, if you want, for particles, a moleculaire weegschaal. Deze moleculaire weegschaal stelt ons in staat om ieder individueel molecuul het moleculaire gewicht te bepalen en daarmee de identiteit. Hoe doen we dat nu? Nou, er zijn een aantal manieren om dat moleculaire gewicht te bepalen, om massaspectrometrie te bedrijven. En dat heeft een hele lange historie. De massaspectrometrie die gaat al terug tot ongeveer 100 jaar, 1913, iets meer. Toen Thomas Aston en J.J. Thomson de eerste rays of positive electricity maten. En daar in feite twee atomen op basis van hun atomair gewicht scheiden. Sindsdien is er heel veel gebeurd. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld om niet alleen atomen te kijken, maar ook grotere moleculen, tot nu zelfs intacte eiwitten en moleculen, DNA-moleculen. De route die u hier achter mij ziet, is de route die de massaspectrometrie heeft doorlopen. En al deze paden dragen op dit moment bij aan de imaging massaspectrometrie, aan die moleculaire beeldvorm. Deze paden stellen ons nu in staat om die camera's te maken waarmee we die moleculaire selfies kunnen maken en die complexiteit kunnen ontrafelen. Achter mij ziet u eigenlijk twee manieren. De ene manier is deeltjes gebaseerd, de andere manier is laser gebaseerd. Ik zal u niet vermoeien met de details, maar die deeltjes gebaseerde techniek is wel interessant, want daarmee kun je juist hele gedetailleerde beelden maken. En om u een indruk te geven hoe dat gaat, heb ik mijn zoon ingeschakeld, al een paar jaar geleden, die u in dit plaatje laat zien hoe dat nu werkt. Hier zit hij in Dubrovnik, springt hij van een klif af in de Adriatische Zee en maakt daar een enorme plons. Er wordt hier gecommuniceerd op de eerste rij van oh. Met die plons komen allerlei druppels spetteren de lucht in. Eigenlijk gebeurt er met zo'n deeltjesgebaseerd experiment hetzelfde. Een primair deeltje botst op het oppervlak, genereert allemaal secundaire deeltjes die iets vertellen over wat er aan dat oppervlak plaatsvindt. Nou, dat zijn die moleculen die wij analyseren, dat zijn de secundaire ionen. En die techniek heet daarom ook secundaire ionenmassaspectrometrie. Als we dat nu punt voor punt doen, ziet u dat daar waar één deeltje in het water plonst, de andere deeltjes eigenlijk vrolijk doorzwemmen. Nou, dat is precies wat we met SIMS ook doen. We proberen ervoor te zorgen dat elk deeltje een nieuw oppervlak raakt, zodat we nieuwe informatie van dat oppervlak boven water halen. Die gaan we zo gebruiken. We doen hetzelfde met lasers, alleen daar is het deeltje vervangen door fotonen. Daar zal ik u nog niet mee vermoeien. Dat booming business is, dat blijkt wel als we kijken naar wat de impact van deze technieken op het aantal publicaties in de massaspectrometrie, in de imaging massaspectrometrie is. Toen wij begonnen, in het midden van de jaren 90, was het nog redelijk onontgonnen terrein. Er waren, nou, pak een beetje, zo'n 30 publicaties per jaar op dit vakgebied. En daarvan waren er een stuk of 5-6 van onze groep. Er waren nog een aantal anderen in Vanderbilt en een farmaceutisch instituut in Basel werkte er ook aan, maar dat was het. Nu is de techniek heeft een enorme vlucht genomen. Deze techniek resulteert nu in meer dan 1000 publicaties per jaar. En vele instituten en medische instellingen nu investeren in dit soort infrastructuur. Nou, dat is precies wat we hier ook aan het doen zijn. Juist die vertaalslag maken naar de kliniek. En u ziet een sprongetje rond 2010. En dat is wanneer eigenlijk de methodes echt geschikt werden om naar klinische problemen te kijken. Nou, dat gaan we hier ook doen. Wat voor beelden maken we dan nu? Nou, dat zal ik u het beste laten zien aan de hand van dit voorbeeld. Dit is een stukje briefpapier van de Universiteit van Maastricht. Linksboven ziet u gewoon een optische scan, een foto, met daarin drie kleuren rood, groen en blauw op de drukhint. Als wij nu een beeld maken met onze technieken, dan krijgen we op elk puntje waar zo'n deeltje raakt, krijgen we eigenlijk een spectrum. En elke piek, elk streepje in dat spectrum is een ander molecuul. Zonder dat we iets met het oppervlak gedaan hebben, kunnen we meteen zien welke moleculen waar zitten. Dus de vier plaatjes die u aan de rechterkant van deze grafiek ziet, laten zien welke kleurstoffen in de verschillende inkten zien. Dit zijn moleculaire beelden.
Dit zijn geen optische beelden. En als we al die moleculaire beelden bij elkaar zetten, dan zien we het logo van de Universiteit Maastricht met daarbij de ingekleurde inkt. Dat willen we natuurlijk ook doen op een veel grotere schaal. En daarmee kunnen we ook echte vingerafdrukken van heel veel verschillende oppervlaktes bepalen. Hier achter mij letterlijk het moleculaire beeld van een vingerafdruk. In dit geval is het een van mijn vingers waar een klein inktstreepje op zat, waarbij je in de moleculaire signatuur ook het inktstreepje terugziet. Nou, dit geeft al aan, vingerafdruk, dat we het ook voor forensisch onderzoek uitstekend kunnen gebruiken. En dat is ook wat we hier gaan doen. Maar deze technieken kunnen nog iets meer. En een van de hele belangrijke dingen aan deze universiteit is het onderwijs. We zijn nu bezig met een nieuw instituut neer te zetten op het gebied van de moleculaire beeldvorming, MRI. En dat instituut gaat ook ingezet worden voor het onderwijs van jonge mensen die zich deze techniek eigen willen maken. En ik heb daar een prachtig voorbeeld van. Achter mij ziet u het verslag van een jonge dame die ons benaderd heeft en gezegd heeft van, nou, ik wil heel graag onderzoek doen en ik wil weten wat voor interessante stoffen mijn klasgenoten tot zich nemen. En heeft daarvoor een aantal haren genomen van haar klasgenoten, heeft het bij ons onder die massamicroscoop gelegd en kwam erachter dat een van haar klasgenoten 22 verschillende, laten we zeggen, licht illegale middelen gebruikte. Voor mij een schoolvoorbeeld van hoe je onderzoek en een onderzoeksinfrastructuur in kunt zetten om jonge mensen al vroeg in aanraking te laten komen met techniek en die dat ook nog leuk vinden. De jonge dame in kwestie, mijn dochter, heeft daar ook de HAVO's PBS-prijs van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gekregen. Dus daar ben ik als vader natuurlijk ook wel erg trots op. Goed, wat ze deed, zal ik hier naast laten zien. Hier ziet u een aantal haren en daarin ziet u de verdeling in kleuren van, in dit geval cocaïne, van cocaïnegebruik van een aantal van haar medescholieren. Je vraagt je als ouder wel af, naar welke middelbare school heb ik je toegestuurd? Maar goed, ze heeft me verzekerd dat haar haren de controlesamples waren. Dit soort technieken gaan we inzetten in de kliniek. En daarvoor ben ik hier op precies de goede plek. En ik ben hier op de goede plek onder andere door professor Olde Daming, die vandaag voor het eerst zijn Maastrichtse toga draagt, waar ik heel blij om ben. Maar ik ben nog blijer dat hij degene is die mij overgehaald heeft om van Amsterdam naar Maastricht te komen. En hij omschrijft het heel mooi in een interview wat we gezamenlijk gegeven hebben aan The Analytical Scientist. En hij zegt dat de imaging massaspectrometrie juist het inzicht in de moleculaire basis van een klinisch probleem geeft. Daardoor kunnen we de natuur van dat probleem veel beter definiëren. En die kennis stelt ons juist in staat om nieuwe behandelplannen op te stellen voor patiënten met complexe ziektes. Met andere woorden, de complexiteit die we ontrafelen met deze technieken stelt ons in staat om echt een verschil te maken voor een patiënt. En dat is precies wat we wilden doen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, daarvoor neem ik u mee naar de P4 Medicine. P4 Medicine stands for Personalized, Preventive, Predictive and Participatory Medicine. And actually, as you will find out in a minute, we need to add a fifth P. And that is the P of portable. And I'll come to that. So what do we know about man and processes of life? We understand the genome. We understand the proteome. More or less, Albert. We understand the metabolome. And all of that together gives us an insight into molecular man. When doing that, we also generate so much data on all these different levels that only when we bring all of that data together, we will actually understand the basis of that problem and actually use that information usefully. So literally, like in social media, we are surrounded by data. We are surrounded by molecular information. We are surrounded by selfies of you, one and all. We are surrounded by patient information. We are surrounded by environmental information. We are surrounded by economic information. All of that coming together, only when all of that comes together, leads to the resolution of the problem. So when we are really capable of using all of this data and making these molecular selfies,
Then maybe one day we will encounter each other on het Onze Lieve Vrouwenplein here in Maastricht. And we might ask ourselves, hey, how are your proteins doing? Because we might have our iPhone or whatever the device in the future will be that can take our picture, not only our picture, but also the picture of these molecules that we are so much interested in. Now, whenever I think about proteins, I think about Utrecht. And the reason I think about Utrecht is because, in addition to my appointment here in Maastricht, also the zero appointment in Utrecht, and together with Albert Hek, we actually strive to understanding what happens with proteins, how do they change. So bringing these forces together is a strategic alliance that we are engaging in setting up. So for that reason, I'm very happy that Albert is here, and I'm even more happier that you're wearing a Maastricht toga today. That's a good call. So this is what we really want to strive to do. We want to go towards this molecular selfie and literally take these snapshots of what happens on tissues and in patients. We don't have that iPhone yet. So we will need to make do with the tools that we have. And many of you have visited our labs this morning and saw that our instruments currently are not the iPhones. No, they're actually very big. And together with Peter, we're setting up this Molecular Imaging Institute where we are bringing together imaging technologies at the nanoscale. At a nanometer is roughly the amount of distance one hair grows in a minute after you shave as a man or as a woman. With imaging mass spectrometry, we are also investing in an infrastructure that covers many different levels of molecular information on many different scales. And what we really want to do is cover the scale literally from one cell, what can go wrong in one cell, and what effect does it have in the patient. So truly multimodal molecular imaging. Because only when we bring together all these different scales and pieces of information, we will really resolve the problem. And for that, we do need new technology. So one perfect example that we worked on together with Omics2Image, one of the small companies that we started on detector technology, is this one. This is an image of a micro CT taken with a camera that comes from CERN. And in color, you see an overlay of mass spectrometry data taken with one of our imaging mass spectrometer systems revealing the molecular composition. So this is one of these examples where we bring together morphological information from a whole fish in this case, together with molecular information from the granuloma that are in the spleen of this fish. This is actually a study on tuberculosis where we're working together to understand different molecular signatures in these granuloma. So multimodal imaging is key. And typically what we do is we look for the pathological techniques, so the microscopes. Then we take these samples from the microscopes to our imaging mass spectrometry systems. We bring them to EM, we do SIMS, we do the laser-based techniques, and we try to integrate all of these technologies. And that, I want to share with you one beautiful example that we did together with the University of Tübingen. And this is an example where we used MRI, or actually the people in Tübingen used MRI, to reveal some molecular processes in a glioma, a brain tumor. This is a glioma in a mouse model. They wanted to publish that, and the paper got back, and it was reviewed, and the reviewer said, well, great morphology, and we understand your hypothesis, but what are the molecules? And not knowing what the molecules are means that you do not know what the players in this particular disease are. So they came to us, we did our high-resolution imaging mass spectrometry experiments, and in doing so, we revealed the different molecular players. So we were able to confirm their hypothesized pathway that was active, and we also used standard pathological tools, immunohistochemistry in this case, to confirm some of the proteins that were active. In doing that, we've solved the problem. But we also have so much more other information, and that's actually the challenge that we face now. We generate so much molecular image information that it becomes a discovery tool. It's not a targeted imaging tool, but we like to discover new processes, and that poses us with many, many new questions. Now, one of the questions in disease is change, verandering. De processen die wij bestuderen in ziektes zijn processen van verandering. En dat soort processen, dat is vaak heel lastig te zien. En ik wil daarmee een voorbeeld met u delen.
En ik wil kijken of het een beetje halverwege de lezing, of je nog een beetje attent bent. Dus ik ga iets vertellen over verandering. In het plaatje, in de video die u hier achter mij ziet, daar verandert van alles. Wellicht valt het u op, wellicht valt het u niet op. Maar dat is nou precies het probleem. Ook in verschillende ziektes gebeurt op verschillende niveau, moleculair niveau, ruimtelijk niveau, gebeurt er heel veel. Maar we zien het niet altijd. Dus de vraag is, hoe kunnen we dat beter in kaart brengen? Nou, en dat is nou precies wat we willen doen met die imaging massaspectrometrie technieken. Doordat we dat hele proces, net zoals hier achterin, als we al deze plaatjes achter elkaar zouden zetten, zou u wellicht zien dat er heel veel veranderd is. En ik zal u zo even laten zien wat er allemaal veranderd is. Maar dat kunnen we. En we kunnen dat toepassen. Dus hier ziet u dat de hele straat veranderd is. Er is een taxi veranderd in een auto. Er is een fiets een lantaarnpaal geworden. En er zijn heel veel kleuren veranderd. En dadelijk ziet u het allemaal even veranderd. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar toen ik hier de eerste keer naar keek, niet. Zo zie je maar. Je moet weten waar je moet kijken. En onze tools weten waar we moeten kijken. Ja, ik heb dit schaamteloos gestolen van een advertentie. Maar ik vond het een heel mooie illustratie van wat we hier proberen te doen. Het gaat namelijk om diversiteit. Het gaat namelijk om de heterogeniteit van bijvoorbeeld tumoren. Als wij over een tumor praten, is het niet één type cel, maar kunnen het soms 10, soms 100 type cellen zijn. Hoe halen we die nu uit elkaar? Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we weten wat die tumorcellen precies zijn, welk type cellen het zijn, en kunnen we daar ons behandelplan op aanpassen? Nou, en dat is wat we doen. En hoe gaan we daarmee om? Je kunt zich voorstellen, als je een tumor hebt, die bestaat uit allerlei kleurtjes cellen. Nou, je dient een of ander geneesmiddel toe. Daar reageert de meeste van de cellen, de tumorcellen, reageren daar goed op in de zin dat ze verdwijnen. En als ze allemaal verdwijnen, hebben we een hele goede respons. Als er maar een aantal verdwijnen, dan hebben we een wat mindere respons. En die tumorcellen die dan overblijven, kunnen weer uitgroeien tot een nieuwe tumor die nog veel moeilijker te behandelen is. Als we nu van meet af aan al weten hoe heterogeen die tumor is, dus welke cellen er allemaal in zitten, kunnen we wellicht ook een veel betere samenstelling van de geneesmiddelen samenstellen die we kunnen gebruiken om die tumor te behandelen. Precisiebombardement. Nou, en dat is precies wat we nu met imaging massaspectrometrie kunnen doen. We kunnen met die beelden die we maken laten zien welke signalen aan en uitstaan. Nou, dat is heel mooi, want dan kunnen we laten zien waar groeien er nieuwe vaten, waar groeit de tumor, is dit een tumor die kansrijk is, die metastasering zal opleveren, reageert hij goed op geneesmiddelen, reageert hij goed op radiotherapie. Al deze informatie kunnen we boven water halen. Er is alleen één probleem, dat is dat in het verleden duurde dit heel erg lang. En lang, dan moet u denken, als wij zo'n opname maken, dat duurde 8 uur, soms 10 uur, soms 24 uur. Op het moment dat Steven een patiënt open op de tafel heeft liggen, dan wil hij niet 24 uur wachten voordat hij zijn antwoord heeft aan wat daar gaande is. Dus het moet sneller. En dat is precies wat we nu met deze nieuwe moleculaire bril doen. We willen die gedetailleerde moleculaire informatie heel snel boven water halen. En samen met Broeker hebben we binnen onze infrastructuur nu een apparaat gerealiseerd wat dit soort gegevens supersnel boven water kan krijgen. En dat is denk ik de kracht van de investering hier in de infrastructuur, dat we dit soort dingen nu heel snel kunnen oppakken en meteen kunnen implementeren. De spectra die u erachter ziet en de weefsels die u erachter zit, zijn 10 weefsels. Die hebben in 50 minuten gemeten. Die zijn gemeten door Joe Capel hier in de zaal met een 50 micrometer resolutie. Dat is best goed. In onder een uur, dus 5 minuten per weefsel. 5 minuten per weefsel, dat zijn tijden waar het voor een patholoog en voor een chirurg zinvol is om dit soort technieken te doen. Dus die versnelling door innovatie is ontzettend belangrijk en daar zetten wij erg op in. Als we dat doen, dan kunnen we gaan kijken naar verschillende markers voor een bepaald patroon. In dit geval voor het gebrek aan zuurstof van zo'n tumor. En kunnen we kijken welke moleculen nog meer bij dat proces betrokken zijn. Dus door naar één molecuul te kijken en kijken welke andere moleculen daarbij horen, krijgen we inzicht in die moleculaire signaalpaden. En als we dat inzicht hebben, dan kunnen we naar al deze tumoren kijken. Dan gaan we van het optische beeld naar het beeld voor zuurstoftekort naar een geclassificeerd celtype. Dus letterlijk hebben we nu die weefsels getypeerd en hebben die heterogeniteit zichtbaar gemaakt zonder wat met die weefsels te doen. En dat
is weer informatie die we in het vervolgtraject weer heel goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door te kijken naar wat gebeurt er nu bij zo'n operatie. Een van de tools die gebruikt wordt door een chirurg is een heet mes. Maar even zo noemen. Dit is een voorbeeld van een Arabische dokter die een hoofdwond van een patiënt dichtbrandt met een heet ijzer. Nou, wat u daar ziet is dat komt een hoop rook bij vrij. En die rook, die bevat eigenlijk ontzettend veel informatie. En u herinnert zich wellicht nog, wat ik net vertelde, dat al die moleculen in dat weefsel, dat wij nu weten welke dat zijn, en dat we die kunnen gebruiken om de type cellen te identificeren. Een deel van die informatie zit ook besloten in die rook. Nou, hoe kunnen we die rook nu gaan gebruiken? Samen met Waters, een ander bedrijf waar we druk mee bezig zijn om een Center of Innovation hier in Limburg mee op te zetten, op het gebied van de moleculaire beeldvorming en de intraoperatieve massaspectrometrie, kunnen we dat nu doen. Zij hebben een apparaat ontwikkeld samen met Zoltán Takács van het Imperial College in Londen, wat we hier in Maastricht als een van de eerste in de wereld gaan uittesten. Buiten wat er in Hongarije en in Imperial al gebeurt, gaan wij kijken hoe we dit apparaat preklinisch kunnen inzetten om bepaalde tumoren te typeren tijdens een operatie. En hier ziet u een voorbeeld van hoe dat gaat. Er is een klein capillairtje aan dat mes vastgemaakt. Dat capillair zuigt die rook op. Die rook gaat de bron van de massaspectrometer in. De massaspectrometer analyseert dat. Dat spectrum wat we dan meten wordt vergeleken met een spectrum in, of de spectra in een enorme database. En daarmee wordt dan gekeken wat voor type cel er in het weefsel zit. Zo kan een chirurg bijvoorbeeld zeggen van nou, ik zit nu in gezond weefsel, langzaam maar zeker ga ik naar de tumor toe. En dit is het gebied wat al aan het veranderen is. Het gebied wat al aan het veranderen is, juist dat wil je ook weghalen, omdat dat er anders voor kan zorgen dat een tumor terugkomt. Dat soort problematiek kunnen we nu direct in kaart brengen tijdens een operatie. Dat zijn de instrumenten waar wij in de toekomst samen met het AZM in het MMC Plus kader in gaan investeren. Als je kijkt hoe dat nou werkt, ik heb een hele mooie video waarbij het zichtbaar is hoe we dit in kaart kunnen brengen. Dit is een van de apparaten waar wij in willen gaan investeren. En hier ziet u het proces heel mooi in kaart. Met dat iKnife, zo heet het dan, wordt er een stukje materiaal verwijderd. Wordt er materiaal in stukjes in de massaspectrometer gezogen. En langzaam maar zeker, tijdens het verwijderen van het materiaal, vindt de analyse plaats. Binnen 3 seconden heeft een chirurg dan een signaal of wat voor weefseltype hij aan het snijden is. En deze informatie kunnen we boven water krijgen doordat we die vele weefsels nu heel snel kunnen meten. Heel veel data en spectra, moleculaire informatie kunnen genereren, bij elkaar kunnen brengen en die kunnen gebruiken voor weefselclassificatie. Nou, dat is wat we hier in Maastricht in de komende jaren gaan doen. Maar dat is niet het enige. Het maken van moleculaire selfies vergt ook heel veel nieuwe camera's. En een aantal van die nieuwe camera's die kunnen we hier in Maastricht realiseren omdat we ingebed zijn in een infrastructuur waar we ook een geweldige werkplaats, het Instrument Development and Engineering Laboratorium, tot onze beschikking hebben. Voor ons type onderzoek was dat een vereiste om hier goed te kunnen landen. Want wij willen nieuwe technologie ontwikkelen en die willen we samen met bedrijven ook in de markt zetten. Nou, ik laat u hier een aantal voorbeelden zien waar we aan het werken zijn. Eén daarvan is die detectoren, die chip waarmee we de moleculen kunnen detecteren. Die chip stelt ons hopelijk in staat om later die iPhone te voorzien van zo'n chip en daarmee die moleculaire selfies te maken. Maar we werken ook met bedrijven aan nieuwe instrumenten die gepatenteerd worden en vervolgens hier in het lab als eerste getest worden en vervolgens door een bedrijf in de markt gezet worden. Samen met Peter zijn we druk bezig om te kijken naar een apparaat waar onze beide krachten gebundeld worden. Een elektronenmicroscoop, waar ook een massaspectrometer in is ingebouwd. Die elektronenmicroscoop, we noemen hem ICEM, de Integrated Secondary Ion and Electron Microscope. Die hebben we net bij MWO aangevraagd in het kader van een MWO grootvoorstel. Het bijzondere is, toen wij hier met collega's in de velden over spraken, waren ze allemaal enthousiast en wilden graag naar Maastricht komen om van deze infrastructuur gebruik te maken. Juist van dit nieuwe instrument. Dus in het voorstel staan 15 kleine onderzoeksprojecten die we allemaal hier in Maastricht willen gaan uitvoeren als MWO het behaagt om
ons te financieren. Maar dat gaat vast wel goed komen. Ik speculeer een beetje. Heel erg belangrijk, ik kom zo'n beetje aan het einde van deze lezing. Heel erg belangrijk in het realiseren van dit soort technische infrastructuren zijn onze partners. En als onderzoeksgroep alleen is het heel erg lastig om zo'n unieke infrastructuur te realiseren. Hoe goed en hoe capabel je omgeving ook is, je hebt daar ook de steun van externe partijen nodig. Je hebt daar strategische allianties nodig. Strategische allianties zoals de Health Access Europe, waar Maastricht onlangs toe is toegetreden. Zo'n alliantie die stelt ons in staat om samen met Heidelberg, Leuven en Cambridge gezamenlijk naar Europa toe te opereren. Je hebt ook strategische allianties nodig met bedrijven. En ik prijs mezelf gelukkig dat wij een aantal allianties aan zijn gegaan met de bedrijven die u hier achter mij ziet. Met Waters om een Center of Innovation neer te zetten. Met Brugger om nieuwe imaging technieken te ontwikkelen. Met Physical Electronics om nieuwe SIMS technologieën hier in de kliniek te implementeren. Daarnaast brengen we een aantal bedrijven, willen we een aantal bedrijven hier naar Maastricht toe halen. En de eerste daarvan is Omics2Image, waarmee we die detectortechnologie hier verder gaan ontwikkelen. Juist die detectortechnologie die het mogelijk maakt om onze moleculaire selfies te maken. Het allerbelangrijkste in het doen van onderzoek zijn de mensen. Dus ik ga afsluiten met een dankwoord waarbij ik een aantal van u wil bedanken. Want zo'n enorme stap zoals deze maak je niet zonder de hulp en steun van velen. Allereerst wil ik het college van bestuur van deze universiteit bedanken. Onze samenwerking is denk ik sterk begonnen en de steun en de enthousiasme die ik hier ervaar is fenomenaal. En dat is de juiste basis om een dergelijk initiatief op voor te bouwen en ik kijk daar ook erg naar uit. De provincie Limburg is de drijvende kracht achter de kennisas en ik prijs mezelf gelukkig dat ik als Limburg Chair ambassadeur van wetenschappelijke innovatie en onderzoek in Limburg mag zijn. De ontwikkelingen die hier in gang gezet zijn, zijn tot ver over de grenzen voelbaar. En niet alleen de lokale grenzen, maar ook in Amerika is er behoorlijk wat reuring door de ontwikkelingen die hier in Limburg in gang zijn gezet. De door de provincie gesteunde leerstoel geeft mij de vrijheid om nieuwe wegen in te slaan. De iNuif-ontwikkeling die ik u net heb laten zien is er daar één van. En in mijn beleving de toekomst veel gaat brengen in de precisie gezondheidszorg. Steven, zonder jouw drive en enthousiasme had ik hier niet gestaan. En ik zei net al, het zijn open-minded onderzoekers zoals jij die in ieder geval voor mij het verschil maken. En ik kijk uit naar nieuw translationeel onderzoek met professor Olderdame. Mijn partner in crime, Peter. Peter, samen geven we nu vorm aan een fantastisch instituut waar we imaging op alle niveaus kunnen gaan doen. Van nano tot micro, van molecuul tot weefsel. Ik kijk uit naar onze samenwerking die nog heel veel wetenschappelijke vruchten op gaat leveren en ook een hele blol. Niet onbelangrijk. Jouw ervaring en inzicht in de structuurbiologie gecombineerd met de moleculaire analytische chemie die voortkomt uit de kruisbestuiving van onze groepen, zal ons een grote wetenschappelijke hoogte stillen. En ik heb er heel veel zin in. I particularly want to acknowledge a group of young, talented researchers that are spread out through this audience, that actually made this huge leap with me to come from Amolf in Amsterdam and move to Maastricht. All of them have landed here. They are all living here and I'm still working on my house. They have been instrumental in the realization of all the science that I have shown you here today and all the science to come with the new institute. The new tenure trackers that are building their own groups, postdoctoral researchers, PhD students, master and bachelor students, you are building the tools that future generations will use to take their molecular selfies. I'm looking forward to celebrating science with you, one and all, in this thriving new institute. And having a few beers along the way. De allerleukste selfie die je kunt maken is die met je familie. Ik heb het geluk dat ik er veel heb kunnen maken met mijn ouders die me al jaren hebben gesteund. De toga die ik vandaag draag is een geschenk van hun en ik zal hem dan ook als een mantel der liefde dragen. De allerbelangrijkste foto, however, is die van mijn gezin. Zij zijn het die het meest geleden hebben onder de vele reizen. Het altijd maar weer een voorstel of een paper moeten schrijven of moeten skypen met een collega in de VS of zo nodig jullie foto's in een lezing gebruiken waarbij er veel mensen in de zaal zitten. Ik ben blij dat ze hier alle drie bij zijn. Jasper en Susanna, de vele selfies die we op allerlei plekken op deze aardbol hebben gemaakt, smaken naar meer.
Ze zijn voor mij de allerbeste die ik ooit gemaakt heb. En ik hoop dat we nog heel veel samen kunnen maken. Ook al zit jij, Jasper, binnenkort in Amerika en Suus al heel snel in Amerika. Maar Mariska, jij bent degene die het allemaal mogelijk blijft maken. Zonder jouw onvoorwaardelijke steun had ik het zeker hier niet gestaan. Met een dochter die een jaar naar de VS gaat en een zoon die pilootaspiraties heeft, ben ik blij dat wij ook weer een nieuw avontuur ingaan. En hier in Maastricht beginnen. Jij terug bij je roots, waar je ooit gestudeerd hebt. Ik als nieuw universiteitshoogleraar hier. Maar het is een prachtige plek om samen nieuwe foto's te maken. Ik hou van je. Meneer de rector, dames en heren, vrienden en collega's. Ik hoop dat u deze selfies hebben bevallen. Het was een voorrecht om u vandaag dit fotoboek mogen te voorschotelen. En hoe we gezamenlijk en te laten zien hoe we gezamenlijk moleculaire selfies mogelijk maken in Maastricht. En ik dank u voor uw aanwezigheid en uw aandacht. Ik heb gezegd. Professor Heeren, hartelijk dank voor deze inaugurele. En ik denk ook dat het is altijd heel interessant voor ons hier in het zuiden in Maastricht om te horen van dat mensen ook de weg van Amsterdam naar Maastricht vinden, zonder dienstauto's dan. En dat ze ook de trein nemen. En ik vind het een fantastisch verhaal natuurlijk. En ook dat wij dus als universiteit erin slagen om ook mensen aan te trekken. Ik was enkele weken geleden was ik niet bij Amolf, maar bij de overbuurman ARCNL, waar uiteraard FOM en Amolf ook een grote rol in spelen. Maar daar zie je dus het omgekeerde, dat bedrijven vertrekken uit het zuiden, of dan toch uit Eindhoven, Veldhoven, en gaan naar Amsterdam om dus dichter te zijn bij Amolf. En ik vind het fantastisch dat tezelfde tijd wij stukken van Amolf naar hier kunnen trekken. Dus ik feliciteer ons opnieuw voor diezelfde ontwikkeling, et cetera. Ik zou ook zeggen dat ik wil toch ook even benadrukken dat dit in onze leerstoel is een Limburg chair is. En dat dus de banden die ook met de provincie en met Link hier gelegd worden en samen met onze twee andere universiteitshoogleraren hier tot een nieuwe ontwikkeling zullen komen in Limburg. Waarvoor wij met veel belangstelling uitkijken naar wat uit dit onderzoek zal naar voren komen. En dan tenslotte op meer persoonlijk niveau zou ik zeggen, welkom op Sint-Pieter. Maar dat is een ander verhaal. Dames en heren, mag ik u uitnodigen voor een receptie op de binnenplaats, tenminste als het niet regent en als u zo vriendelijk wil zijn even te wachten totdat de cortège deze zaal verlaat en dan volgt u samen en dan gaan we samen profiteren om professor Heeren en zijn familie geluk te wensen. Ik sluit deze zitting.